De OV-chipkaart kan nu ook gebruikt worden in de bus. Al 9 provincies hebben de betaalmethode ingevoerd. Sinds vanmorgen kan ook in Groningen en Drenthe gechipt worden. Er werd mee gewacht om eerst te kijken hoe de invoering in andere provincies zou verlopen. Er waren nogal wat kinderziektes, maar de meeste lijken nu verholpen. En ondanks de vertraagde levering van de incheckpaaltjes zijn de vervoerders tevreden. Het valt relatief mee hoor. Als je ziet in andere delen van het land, dan kost de implementatie van zo'n kaart kost gewoon heel veel tijd. We hebben hier inderdaad een paar knelpunten gehad dat de leverancier niet op tijd de kaartletters kon leveren. Daarom heeft het iets langer geduurd. Maar al met al is het proces prima verlopen. In de bussen van Arriva en Qbus kan nu gechipt worden. Reizigers en ook buschauffeurs moeten nog wel even aan het systeem wennen. Vanmorgen waren inderdaad een aantal buschauffeurs die dachten, waren een beetje star in die zin. Die zeiden, ja, u heeft geen saldo, dus u mag ook niet instappen. Wij hebben inmiddels gecommuniceerd dat ze vandaag daar nog een beetje coulant mee omgaan. De chauffeurs zijn goed opgeleid om mensen goed te begeleiden. We zijn ook speciale OV-chipkaartambassadeurs aangesteld om mensen te helpen en ook om chauffeurs te trainen. En ja, daar verwacht ik gewoon heel veel van, dat de chauffeurs de komende tijd de mensen goed zullen helpen in de uitleg van hoe die OV-chipkaart werkt. Voorlopig zijn er nog genoeg alternatieve betaalmogelijkheden, zoals de strippenkaart en het eurokaartje. De eurokaartjes blijven geldig, dus je kunt altijd, ook al heb je geen OV-chipkaart, bij ons op de bus gewoon een kaartje kopen. En de strippenkaart zal, als de minister het besluit neemt om die af te schaffen, ik denk aan het einde van het jaar worden afgeschaft. De strippenkaart blijft in ieder geval nog tot 1 november in gebruik. En we hebben altijd gezegd, de strippenkaart gaat pas uit op het moment dat wij 100% zeker weten dat het chipkaart gewoon goed, veilig en volledig functioneel is. De OV-chipkaart kan bij de vervoerders aangevraagd worden.